Het is 35 jaar geleden dat de grote Niki Lauda hier in Zandvoort zijn 25ste en laatste Grand Prix zege behaalde. Hij kwam van de 10e plaats op de grid en versloeg zijn McLaren-teamgenoot Alain Prost met slechts 0,2 van een seconde. Het is natuurlijk een heel ander circuit tegenwoordig, maar nog steeds één met een ongelofelijke erfenis. Waaraan we vandaag in de Dutch Grand Prix weer een stuk gaan toevoegen. Een ronde over het 4,2 kilometer korte circuit van Zandvoort bestaat uit 14 bochten. 10 naar rechts en 4 naar links. Met een 678 kilometer lang rechtstuk richting de Tarzanbocht. Wat met de DRS open de beste inhaalmogelijkheid op het circuit zal zijn. Bas van Damme is weer bij voor de Grand Prix van vandaag. Zullen we het eerst over Kevin Magnussen hebben? Zo te zien wordt het een zware race vandaag vanuit de positie verder achterin. Dat komt door gridstraffen voor het vervangen van power unit componenten. Aan de andere kant, die nieuwe onderdelen kunnen hun wel helpen de kracht te behouden die ze nodig hebben om naar voren te stevenen. Ik verwacht dat ze het vandaag agressiever zullen aanpakken om de slechte start goed te maken. Het is tijd om de startgrid van vandaag te gaan bekijken. De Vries start op pole position. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. En op de rest van de grid hebben we Verstappen, Vettel, Charles Leclerc en Hamilton, Albon, Perez, Stroll en Carlos Sainz. Norris, Gasly, Daniel Ricciardo en Grosjean, Ocon, Russell, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Latifi en Kevin Magnussen vult de laatste plaats op de grid. Nu de voorbereidingen bijna klaar zijn, kunnen we richting de baan. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. That's a good start. Keep it up. Is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
engine is showing small signs of wear, power output will be down. Bottas is behind you. The gap behind us is 1.6 seconds. They're on fresh softs. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Just three laps to go now. Three laps. Gap to teammate behind is 10.6 seconds. They're on fresh softs. They're in 13th. The time last lap was a 1.18.1. Increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. First position, front of the pack. Bottas behind. The gap to the car behind is 2.6 seconds. They're on fresh softs. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Two laps left. Next time by will be your final lap. We're leading our teammate by 12.6 seconds. They're on fresh softs. They're in 13th. The time last lap was a 1 minute 17.7. You're leading the pack. P1. Bottas is behind you. Our gap behind is 2.3 seconds. They're on fresh softs. This is your final lap. Final lap of the race. Monitoring somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power. Absolutely awesome, just amazing. Well done. Velen twijfelden of ze de winst hier in Zandvoort wel konden pakken, maar het is ze op spectaculaire wijze gelukt. Bas, hoe hebben ze zichzelf vandaag van elkaar onderscheiden? Ik geloof dat het duidelijk was dat de belangrijkste factor op de baan vandaag snelheid was. Ik weet dat het als iets overduidelijks klinkt, Olaf, maar snelle auto's winnen races. En dat hebben we vandaag ook gezien bij onze winnaar. Onze winnaars zijn nu onderweg naar het podium. AlphaTauri doet het geweldig als het aankomt op het kweken van nieuw talent. En dat ze vandaag de zegen mee naar huis nemen, is een enorme boost voor de toekomst van de sport. En zien waar de coureurs staan. De Vries versterkt zijn leiding van het kampioenschap. Wat was er weer een geweldig talent op de baan vandaag.
Maar Bas, wie vind jij coureur van de dag? Lance Stroll heeft een indrukwekkende prestatie neergezet vandaag. Zijn team en fans zullen vast heel trots op hem zijn. Ik weet dat dit tegen de officiële beslissing ingaat, maar ik denk dat enige erkenning wel op zijn plaats is op een dag waarop deze beide coureurs optimaal gepresteerd hebben. En zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Mercedes blijft de leiding versterken. Ik ben uitgeput en uitgelaten met dit weekend vol Formule 1. Kom bij ons terug voor de volgende.
geweldige prestatie vandaag. Dat geeft je vast een goed gevoel, of niet? Hoe voel je je na die zegen? Je overstijgt alle verwachtingen. Kan iets of iemand je nog stoppen? Super, dat was het.